Waarom negeert de wetenschap een schepper? Sterker nog, waarom mogen wetenschappers niets meer met een schepper verklaren? Waarom heeft dat altijd gemogen en mag dat tegenwoordig niet meer? Waarom mogen wetenschappers natuurverschijnselen wel met toeval verklaren en niet met een schepper? Dat ontdek je allemaal in deze video. Mijn naam is Rijk van den Hengel. In het prille begin van de wetenschap. Discussiëren wetenschappers al over de vraag of er een Schepper is. Vier eeuwen voor Christus leeft de Griekse filosoof Plato. Hij concludeert al dat er naast onze materiële werkelijkheid ook een immateriële werkelijkheid moet bestaan. Onze prachtige kosmos moet een oorzaak hebben. Volgens Plato en andere Stoïcijnen moet er een vader van het universum bestaan, een intelligentie, een vakman. Die intelligentie bedacht hoe alles eruit moest zien. Hij ordende alle materie zoals hij bedacht had. Plato heeft geen flauw idee wie die schepper is, maar hij ziet wel aan de natuur dat er een schepper moet zijn. Tijdgenoten van Plato, zoals Democritus, beweren dat er alleen maar materie bestaat. Daarom worden ze atomisten genoemd. Ze beweren dat er geen schepper is. Alles is vanzelf ontstaan. De discussie over een schepper is dus zo oud als de wetenschap zelf. In de middeleeuwen worden de meeste Europeanen christen. Uit kerkscholen en kloosterscholen groeien de westerse universiteiten. Alle intellectuelen geloven in een schepper. De westerse wetenschap ontstaat vanuit het geloof dat er een schepper is. Hij ordent alles. Hij is de wetgever van de natuurwetten. Wetenschap onderzoekt hoe God alles ordent. Nu moet je niet denken dat middeleeuwse wetenschappers alle natuurverschijnselen verklaren met de Schepper. Ze kennen twee soorten verklaringen. De meeste natuurverschijnselen zijn prima te verklaren met natuurwetten. Maar sommige natuurverschijnselen vertonen zoveel orde en schoonheid dat alleen natuurwetten geen geloofwaardige verklaring zijn. Denk bijvoorbeeld aan onze hersenen en ons bewustzijn. Zoveel orde wijst op een schepper. In de middeleeuwen kent de westerse wetenschap geen wereldbeeld zonder God dat wetenschappelijk onderbouwd is. Pas in de 18e eeuw beginnen westerse wetenschappers het wereldbeeld zonder God wetenschappelijk te onderbouwen. De filosoof Baron Dolbach verdedigt dat er niets anders bestaat dan materie. De filosoof Julien Lemaitre beweert dat de mens niet meer. Dan een ingewikkelde machine is. In de 19e eeuw publiceert Charles Darwin zijn evolutietheorie. Zijn theorie veronderstelt dat alle planten en dieren afstammen van één eerste levende cel. Niet dankzij een schepper, maar dankzij het toeval. Toevallige erfelijke afwijkingen bij de voortplanting zorgen heel geleidelijk voor nieuwe soorten planten en dieren. Uit die toevallige erfelijke afwijkingen Selecteert de natuur de planten en dieren met de beste overlevingskansen? Darwins theorie wordt met open armen ontvangen door wetenschappers die niet in de Schepper geloven. In de 20e eeuw krijgt het wereldbeeld zonder God steeds meer aanhangers onder wetenschappers. Sommige wetenschappers proberen alles zonder Schepper te verklaren: het ontstaan van natuurwetten, van materie, het ontstaan van het heelal. En van de aarde, en het ontstaan van het eerste levens uit dode materie? Eindelijk, na zoveel eeuwen, kunnen wetenschappers hun wereldbeeld zonder God onderbouwen met wetenschappelijke theorieën. Steeds meer wetenschappers geloven zelfs dat het gaat lukken om alles in onze werkelijkheid te verklaren zonder schepper. De overtuiging groeit dat God niet meer nodig is om onze werkelijkheid te verklaren. En wat je niet meer nodig hebt, moet je overboord gooien. Wetenschappers formuleren een regel voor de wetenschap. Wetenschappers mogen niets meer verklaren met een schepper. Ze moeten alles in de natuur alleen nog maar verklaren met natuurwetten. Die regel wordt bekend onder de naam methodologisch naturalisme. Naturalisme is het wereldbeeld dat de natuur, alles wat we kunnen waarnemen, het enige is dat bestaat. Wat we niet kunnen waarnemen, bestaat niet. Het bovennatuurlijke, zoals God, kunnen we niet waarnemen en bestaat dus niet. Veel wetenschappers geloven wel in een Schepper. Zij hoeven dat wereldbeeld zonder God natuurlijk niet te geloven. Maar ze moeten dat naturalisme wel als een methode gaan gebruiken, vandaar de naam methodologisch naturalisme. Wetenschappers moeten alles gaan verklaren zonder schepper. Ze moeten het wereldbeeld zonder schepper gaan uitdragen, of ze dat nu wel of niet geloven. De wetenschap komt met een verbod op God. Verklaringen met een schepper worden niet meer gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Wetenschappers die dat wel doen, kunnen hun wetenschappelijke carrière op een buik schrijven. Het verbod op verklaringen met een schepper roept natuurlijk kritiek op. En die is niet maals. Als de wetenschap verklaringen met een schepper verbiedt, wat wordt dan automatisch de conclusie van de wetenschap? Dat alles ontstaat zonder schepper. Logisch. Als je de wetenschap een wereldbeeld zonder God opdringt, komt er natuurlijk ook een wereldbeeld zonder God uit. Sommige atheïstische leiders als Vladimir Lenin, Jozef Stalin en Mao Zedong waren heel intolerant. Religie vonden ze opium voor het volk. Ze voerden een verbod op God in en miljoenen gelovigen in de Sovjet-Unie en in China werden vermoord. Atheïstische leiders bepaalden dat iedereen moest denken zoals zij. Voeren atheïsten in de wetenschap ook een verbod op God in om te bepalen hoe anderen moeten denken? overheden en wetenschappers moeten anderen geen wereldbeeld opdringen maar boven de partijen staan en ruimte bieden aan verschillende wereldbeelden. De wetenschap is niet bedoeld om een wereldbeeld dwingend op te leggen aan anderen, maar om de waarheid boven water te krijgen. Vrije en objectieve wetenschap sluit verklaringen niet bij voorbaat uit, maar vergelijkt ze met elkaar zodat de verklaringen met het beste bewijs en de beste argumenten boven komen drijven. Maar aanhangers van het naturalisme klagen dat het geloven in een schepper niet te weerleggen is. Hoe kun je ooit het bestaan van een schepper weerleggen als je die niet kunt waarnemen? Als iemand beweert dat het vliegend spaghetti-monster alles gemaakt heeft, hoe kun je dan ooit weerleggen dat het vliegend spaghetti-monster bestaat? Volgens naturalisten is een verklaring alleen wetenschappelijk als je die verklaring kunt weerleggen. Anders kun je de gekste verklaringen aandragen. Maar dat argument kreeg ook flink tegenwind. Kan het bestaan van een schepper niet weerlegd worden? Worden al die verklaringen zonder schepper dan niet aangegrepen om het bestaan van een schepper te weerleggen? En zijn verklaringen met het toeval dan wel te weerleggen? Wie een schepper als verklaring aandraagt, beweert trouwens niet wie die schepper is. Dat zou natuurlijk de God van de Bijbel kunnen zijn, maar net zo goed het vliegende spaghetti monster. Een verklaring met de schepper veronderstelt alleen dat er een schepper is, niet welke. En ver uit de meeste mensen op deze aardbol zijn van mening dat je een schepper wel kunt waarnemen. Er zijn genoeg dingen in de natuur die zo ingewikkeld en prachtig in elkaar zitten, dat alleen natuurwetten geen geloofwaardige verklaring vormen. Kijk maar eens naar het meest ingewikkelde systeem in het heelal, onze hersenen. Of naar een vlinder. Of naar de software in ons DNA die de cel bestuurt en ons lichaam bouwde uit één bevruchte ijscel die je amper kunt zien. Je kunt de schepper zelf niet waarnemen, maar het werk van de schepper wel. Zijn onvoorstelbare intelligentie en zijn vakmanschap. Zelfs Plato zag al een vader van het universum, een intelligentie, een vakman. De Schepper zelf is inderdaad niet waarneembaar, net zoals natuurwetten. Maar toch geloven de meeste mensen in het bestaan van een Schepper en van natuurwetten, omdat we hun effecten waarnemen, hun uitwerking. Aanhangers van het naturalisme houden ook vol dat we alles kunnen verklaren zonder Schepper. Dat een verklaring zonder schepper beter is en dat een schepper daarom niet meer nodig is. Als je alles wat we nog niet weten met een God verklaart, wordt die God een God van de gaten in onze wetenschappelijke kennis. Zodra we die gaten opvullen met verklaringen zonder schepper, is die God van de gaten niet meer nodig. Deze argumenten voor een verbod op God kregen niet minder kritiek. Natuurlijk kunnen wetenschappers alles. Verklaren zonder schepper. Vooral als ze alles met toeval mogen verklaren. Maar als het naturalisme alles wil verklaren met natuurlijke oorzaken, met oorzaak en gevolg, past daar helemaal geen toeval bij. Toeval wijst namelijk geen oorzaken aan. Dan is alles gewoon zoals het is, toevallig, onverklaard. Toeval verklaart helemaal niets. Als je de oorzaken van een natuurverschijnsel niet kunt aanwijzen, moet je het zeker niet met toeval verklaren. Als toeval geen verklaring is, vallen heel veel verklaringen zonder schepper af. En waarom zou een verklaring zonder schepper altijd beter zijn dan een verklaring met een schepper? Een slechte verklaring met toeval is echt niet beter dan een goede verklaring met een schepper. Het is ook een misvatting dat een schepper overbodig wordt zodra we begrijpen hoe iets werkt. Toen Newton de formule van de zwaartekracht ontdekte. En toen hij de beweging van de planeten kon narekenen, dacht hij niet: Zo, nu heb ik geen schepper meer nodig, omdat ik begrijp hoe de planeten draaien. Integendeel, hij raakte juist onder de indruk hoe prachtig de zwaartekracht en het heelal functioneren, dankzij de wetgever van die natuurwet. Begrip van de natuur vergroot juist de verwondering voor de schepper. Het is ook een illusie om te denken. Dat de wetenschap uiteindelijk alles kan verklaren met natuurlijke oorzaken zonder schepper. Hoe meer de wetenschap ontdekt, hoe ingewikkelder alles wordt. Denk maar aan de software in ons DNA en aan de eindeloze complexiteit in de levende cel. Die eindeloze complexiteit geeft denken. Eén ding is wel duidelijk: de wetenschap probeert alles te verklaren zonder schepper. De een vindt dat de wetenschap dat moet doen, de ander vindt dat de wetenschap niet meer vrij en objectief is. Iedereen mag daar een mening over hebben. Wie geen wetenschapper is, vormt zich ook een beeld over deze wereld. Sommige mensen zien God heel duidelijk in de wereld om ons heen, ik ook. Andere mensen zien hem niet of niet zo duidelijk. Maar sommige mensen willen niets van God zien. Net als de wetenschap. En jij, ben jij bereid om de aanwijzingen voor een schepper te bekijken? Wil jij iets van God zien in de wereld om ons heen en in de Bijbel? Ik kan het je aanraden, want als je God ziet, dan zie je iemand die je gemaakt heeft, die een doel met je heeft, iemand die van je houdt, die graag samen met jou door het leven wil gaan, iemand die je fouten wil vergeven, die je de weg in het leven wil wijzen. Iemand die je gelukkig maakt, die laat zien dat er leven na dit leven is, hoop. Iemand die je uitnodigt om in liefde en geluk met hem te leven, nu en voor altijd. Als je meer van God wilt weten, klik dan op abonneren en kijk eens rond op dit kanaal. Ik hoop dat je God ontdekt en heel gelukkig met hem wordt.